Ik wil heel graag mijn eerste boek overhandigen aan wethouder Frauke de Jonge. Omdat, nou ja, sowieso gaat ze een beetje meer over haar vertellen, denk ik. Maar ik vond het heel belangrijk eigenlijk, omdat het gaat over financiën, dat we uiteindelijk iemand hadden van de gemeente die ook eigenlijk heel erg bezig is met de financiën van de mensen. Dus ik vraag jullie een applaus van Frauke de Jonge, die komt over. Ja. En dan met heel veel plezier wil ik je het boek uitreiken. Ik heb het met heel veel plezier geschreven ook. En ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Dankjewel. Ja. Ja, Cathy. Ik heb al een preview gehad van dit boek. En ik heb het met belangstelling gelezen. En ik begrijp dat dit een vrolijke bijeenkomst is. Dus ik wil u niet allemaal al te somber maken. Maar als je portefeuille is participatie, werk, inkomen, maatschappelijke opvang en armoedebestrijding. Dan zie je wel dingen in je werk waarvan je daarvoor eigenlijk niet wist dat het er was. Dat geldt ook, dat geldt misschien wel zeker voor mij. Ik ben, net als denk ik velen van u, opgegroeid in een gemiddeld welgesteld gezin. Daarna gaat studeren en mijn ouders vonden het belangrijk dat ik, Cathy zal je aanspreken, dat ik leerde om financieel onafhankelijk te zijn. Dus ik moest van hun leren, als je wat wil uitgeven, moet je het eerst verdienen. Dat betekende vooral dat ik geen bijdrage in de studiekosten kreeg. Dus in die periode heb ik van allerlei aan baantjes gedaan en heel goed geleerd dat huismerk shampoo prima is. En dat je enorm kan genieten als je eens een keer iets anders krijgt. En ik dacht dat ik wist wat het betekende om geen geld te hebben. Of maar heel weinig geld te hebben. In deze functie die ik nu bekleed, heb ik geleerd dat ik daar absoluut niets van wist. Want het is totaal anders om even geen geld te hebben, maar wel te weten dat je iemand achter je hebt, in mijn geval mijn ouders, en als ik had gewild nog wel wat anderen ook, die als de nood aan de man komt, bijspringen. Die als je echt iets heel erg graag wilt, het mede mogelijk maken. En dat je ook echt niet weet wat het betekent om weinig geld te hebben, als je weet dat als je straks je studie hebt afgerond en een baan hebt gevonden, dat de kansen 80, 90, 100% zijn, dat je daarna gewoon keurig op je pootjes terecht gaat komen. Dan is een tijdje weinig geld hebben iets heel anders. Het wordt heel anders op het moment dat het iets uitzichtloos lijkt. Dat de schulden je echt ver boven het hoofd groeien. En dat je niet meer het gevoel hebt dat je zelf nog heer en meester over je situatie bent. Dat je er nog uit kan komen. Die mensen, en dat zijn de meest krachtige mensen zitten daartussen, die ontmoet ik heel veel in mijn huidige werk. Schulden bijvoorbeeld is iets waarvan ik niet wist, waarvan ik altijd toch stiekem dacht, ja, dan had je die telefoon niet moeten kopen. Of heb je boven je macht geleefd. Dat zult u mij nooit meer horen zeggen, want het is niet waar. Ja, het is ook waar. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt door het noodlot getroffen worden en die
achtergelaten worden soms, vrouwen, door, ik wil niet alle mannen over één kam scheren, maar het zijn wel vaak mannen, die dan ineens de kuier laten nemen. En dan bleek dat dat bv'tje allemaal toch niet zo goed liep. En zo'n vrouw blijft dan achter met kinderen en een enorme schuld. Een huis onder water, nou kom daar maar eens uit. Dat valt echt niet mee. Wij hebben eigenlijk gezegd, het feit dat er 12.000 gezinnen in Almere in armoede leven, 12.000, is eigenlijk niet acceptabel. Dus wat kunnen we daaraan doen? En alle organisaties die daarbij betrokken zijn, om de tafel geroepen. En er ontstond een Babylonische spraakverwarring over wanneer ben je nou arm? En als je dan helemaal ook nog internationale armoede erbij gaat nemen, wordt die vraag heel erg ingewikkeld. En op een gegeven moment zei één iemand die daarbij aanwezig was, een priester die actief is op dit gebied in Almere Haven, die zei, ja, ik ben net terug uit Senegal, was hij dan geweest. En hij zegt, daar heb ik mensen gezien die gewoon in materiële zin veel armer zijn dan mensen hier. Maar er was één heel groot verschil. Die hadden allemaal nog een droom. Op een of andere manier, als je in het Westen, in de westerse wereld arm wordt, dan krijg je het gevoel dat je niet meer in control bent. En daar gaat dit boek over. Dat is de rode draad die ik eruit gehaald heb, over de droom. Hoe zorg je dat al is je situatie zo moeilijk, al is het zo moeilijk om mee te doen, als je hier geen uitweg meer, dat je je droom overeind houdt. In dit boek zit voor mij een sleutelpassage waarin jij de vraag stelt, wanneer ben je eigenlijk rijk? Heeft dat met geld te maken of heeft dat met iets heel anders te maken? Wat is je doel eigenlijk? Wat wil je? Wil je gewoon meer geld? Of wil je iets met dat geld? Ga eerst je doel bepalen en ga dan kijken hoe je in kleine stapjes dat kunt verwezenlijken. Dus dit boek vond ik echt heel mooi, omdat ik denk dat echt veel mensen die nu in een voor hun gevoel uitzichtloze situatie zitten, weer terug kunnen grijpen naar wat hun droom ook alweer was, die ze hadden toen ze dat vriendenboekje moesten invullen en zeiden ik wil dolfijnentrainster worden of juf of brandweerman. Wat was je droom? En hoe kan jij in kleine stapjes, zelf de regie nemend, zorgen dat je daar komt? Jij schrijft erover en je doet het ook nog. Ik vind het echt super knap. Ik kom helemaal niet vandaag. Maar ik dacht, zo'n Almeerse, hè? Daar vraag ik echt een hartelijk applaus voor en ik maak een diepe buiging.